Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben met jullie over mijn favorieten van de maand augustus. Ik heb een 8 favorieten deze maand, want we zijn de 8e maand van het jaar. Het begint moeilijker en moeilijker te worden om favorieten te vinden. Dus hopelijk heb ik er heel veel tegen het eind van december, want dan moet ik er 12 met jullie delen. Maar we gaan beginnen met mijn eerste favoriet van de maand. Mijn eerste favoriet van de maand is de Ritual of Secure Celebrate Each Day Body Scrub Organic met Organic Rice and Cherry Blossom van de Rituals. Het is echt een heel fijne scrub. Eigenlijk had ik hiervoor nooit echt gescrubt, behalve dan met zo'n klein... een rijspulletje met een klein rijsflacon, maar dit is toch echt wel heel anders. Het werkt echt super goed en het doet echt heel goed wat je moet doen. Mijn benen voelen super zacht en mijn armen en al de rest wordt echt super zacht en vers als ik gescrubt heb hiermee. Als volgende heb ik dit. Niet dit prachtige notitieboekje. Boekje. Ik weet dat het prachtig is. Maar wat ik hiermee doe. Ik ben in augustus begonnen met één lijntje per dag op te schrijven. En ik ben het nog maar 5 keer vergeten. Wat wel echt heel erg goed is voor mij. Dus één lijn per dag komt hierin terecht. Ik denk dat het gewoon een heel mooi overzicht gaat geven van hoe mijn leven eruit heeft gezien als ik dit lang blijf volhouden. Als derde favoriet heb ik iets die momenteel op is, namelijk aardbeiendrink, yoghurt en melk. Dus misschien is dat een beetje kinderachtig. Maar ik mag eigenlijk niets met een bruis. En ik vind het echt yoghurtmelk super lekker. Vooral degene met frambozen en bosbessen van de Albert Heijn. Maar ook de gewone aardbeiendrink van de Leize kan me bekoren. Als volgende heb ik een app. De app is Storytel. Het is een app waar... op dat je audioboek kan luisteren. En momenteel heb ik het al het audioboek Binge geluisterd van Tyler Oakley. Ctrl-Alt-Delete van Emma Cannon. Just Kidding, denk ik, van Ellen DeGeneres. En heb ik dan nog een gelezen? Geluisterd? Denk het niet, nee. Of wel? Nee, ik denk het niet. Ik ben echt dol op de app. Voor de app betaal je 9,99 euro per maand. Het is een Nederlandse app. En je kan het uitproberen durende 2 weken voor 1 cent. Dus de moeite waard. Als volgende favoriet heb ik mijn Multifunctional Beauty Set. Deze set heb ik gekocht bij Action. Dus dit apparaat met een aantal opstukjes. Zowel voor gezicht als voor handen en voeten. Gelukkig met andere borsteltjes. Het werkt echt heel erg fijn. Dit opstuk gebruik ik vaak om mijn gezicht te cleansen. Ik heb dan ook nog een massagestuk die ik heel erg fijn vind. En de rest moet ik nog een klein beetje gaan ontdekken. Maar ik vind het nu al een favoriet. Hij komt van de Action en hij was echt niet duur. Als volgende favoriet heb ik mijn vakantiejob. Nooit terug dat ik een vakantiejob in mijn favoriet ging zetten. Maar mijn vakantiejob bij de post is echt heel erg fijn. Het is mijn favoriete vakantiejob. Tot nu toe. Ik zit aan het loket aan de post en ik verkoop postzegels, ik verstuur pakjes zegels.
Ik verkoop pakjes zegels. Ik ga pakjes af. Ik doe van alles aan de post, aan het loket. Het is echt heel fijn werk. En je bent super hard onder de mensen. Als geen idee hoeveelste favoriet heb ik HAP. Zoals jullie weten ben ik dol op het foodtruck festival genaamd HAP. Ik ben al geweest naar Kortrijk, naar Roeselare. En in augustus ben ik ook geweest naar Ieper, naar HAP. Want hij streek neer op het Esplanadeplein. Ik heb super fijn gegeten. Niet alleen nu, maar ook in Kortrijk en in Roeselare. En daarom vond ik dat hij dit ook wel in mijn favoriet mocht. Deze maand heb ik nog één favoriet en dit is deze body sorbet van de Body Shop in Pink Grapefruit. Deze maand heb ik hem al elke dag gebruikt. Eigenlijk kon ik al een groot deel van vorige maand, daarom heb ik toch nog even gekeken of dat hij nog in mijn favorieten zat van vorige maand. Maar ik denk het niet, dus hier is hij. Het is echt heel erg fijn. En ook ideaal voor de zomer, omdat hij niet kruimig-achtige avond. Hij voelt gewoon fris aan. En hij trekt heel vlug in. En nu is het tijd voor mijn op. Alles is op. Deze maand heb ik enkele productjes opgemaakt. En als eerste de Shower Jelly van Soap and Glory. Deze is zo fijn. Echt waar. Heel erg fijn. Hij ruikt naar roos en bergamot. En die is echt perfect. Zo perfect dat mijn zus jaloers was toen ik die had gekocht in Londen. Dat ik die heb laten overkomen naar België voor haar verjaardag. En die betaalt wel wat verzendingskosten, maar ze stuurt wel naar België. Deze komt van bij Boots, denk ik. In Londen. Dus als je naar Londen gaat, pak die mee. Als volgende heb ik een sheet mask opgebruikt. Dit is het Brightening Pearl Sheet Mask van PS Pro. En gewoon heel erg fijn, want ik ben dol op sheet masks. Ook heb ik een voetmaskertje opgebruikt. Het Lavender Sheet Mask van Sephora. En help mij gewoon onthouden dat ik geen voetmaskers meer moet kopen. Deze was niet zo super goedkoop. En voetmaskers doen het blijkbaar toch niet echt voor mij. Of stond te weinig effect op het eerste moment. Vervolgens heb ik een kaars opgemaakt. De Mango Passion and Fruit Scented Candle van Primark uit de Home Collectie. En hij ruikt echt nog steeds super goed. Maar hij is, zoals je kunt zien, bijna niet meer brandbaar. Dat is nadeel van kaarsjes. Er zit altijd nog wel wat in. Hij ruikt zo goed. Echt een heel fruitige zomersgeur. Maar ik vrees dat hij ondertussen al niet meer verkrijgbaar is bij Primark. Dus als je hem wel hebben, moet ik je jammer teleurstellen. Zo, dit was het dan voor mijn favorieten en opgewaakt. Ben je een fan van enkele producten? Zo, dit was het dan voor mijn favorieten en opgemaakt van deze maand. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat jouw favorieten zijn en abonneer je zeker op mijn kanaal. Dat kan ook hieronder en het is volledig gratis. Doedels!